Yo, bedankt, ik ben Deinske en welkom bij deze nieuwe video. En jullie hebben waarschijnlijk allemaal de titel van deze video gelezen, dus jullie weten wel allemaal waar dit over gaat. En het eerste wat je waarschijnlijk ook aan dacht was, dit moet clickbait zijn. En als dat hetgene was wat jij dacht, dan moet ik je helaas teleurstellen. Want deze video is in tegenstelling tot heel de Nederlandse trendingpagina, is dit geen clickbait. Want dit is echt gebeurd. En voor ongeveer 2 dagen geleden volgens mij had ik een foto op Twitter gezet. Volg je me niet op Twitter? Ga dat snel doen, link is in de beschrijving. In ieder geval, ik had een foto op Twitter gezet en dat was dus van mijn kapotte controller. En heel veel mensen zeiden, maak er een video over, leg uit wat er gebeurd is, waarom heb je je controller gesloopt. Dus ik dacht, weet je wat, why not? Dus bij deze, mijn gebroken controller. Nou, heb je dus mijn tweet niet gezien, dan heb ik hier mijn controller. En ik heb hem weer een klein beetje in elkaar gezet, zoals je kan zien. Het ziet er best goed uit, totdat ik mee ga bewegen. Want dan vallen dan allemaal delen vanaf. Dit is hetgene wat er nog van over is. En dat is 1 kant van mijn controller. En ik heb hem dus redelijk goed toegetakeld. En het lijkt nou misschien een beetje alsof ik er trots op ben. Dat is niet het geval, maar ja, het is gebeurd. Ik kan het toch niet meer terugdraaien. Ik kan er niks mee doen. Dus rip, scuf. En in ieder geval, wist je niet wat scuffs zijn? Een scuff controller is een controller met 2 paddles aan de achterkant. En daarmee kun je dus springen en knife en zo. Terwijl je ook nog kan aimen. Dus dat is enorm fijn. En deze controllers zijn ook pittig duur. Deze controller was 180, terwijl een gewone PlayStation 4 controller 60 is volgens mij. Dus ja, dit is echt fucked up. Ik ben er niet blij mee. Het was ook niet de bedoeling om te mollen. En heel veel mensen die dachten ook dat ik gewoon zwaar uit aan het reetje was. En mijn controller op de grond gegooid heb of mijn brood kapot geslagen. En dat was niet eens het geval. Want de reden waarom ik mijn controller gemold had, was eigenlijk iets wat ik heel vaak doe. En ik kan het best gewoon laten zien. Wanneer ik dus aan het spelen ben, dus gewoon normaal mijn controllers om hand heb. En er gebeurt iets waardoor ik gewoon een beetje geïrriteerd ben. Niet aan het reetje, maar gewoon zeg van fuck, kloten. Dan doe ik meestal dit. Dus dan probeer ik als het ware mijn controller een beetje de kaart te breken. Met de gedachte dat dat toch nooit zou gaan. Want ik bedoel, hey, een controller, die breek je niet in tweeën. Toch? Jawel. Dat is dus precies wat er gebeurde. Ik had ineens gewoon 2 delen in mijn hand. En toen dacht ik, oh shit, I fucked up real bad. Dus dat was eigenlijk meer de reden. En de reden waarom ik ook weer chagrijnig was. Nou ja, iedereen heeft dat. Ik bedoel, Call of Duty, jongens. Call of Duty. Speel een paar keer Call of Duty. 100% zeker dat je een paar keer gewoon pittig chagrijnig wordt. En ik ben iemand die sowieso altijd wil winnen. Ik wil altijd winnen. Ik zal altijd 100% geven. En ik speel tegenwoordig heel veel Search and Destroy. Dus dan verwacht je dat je teammates hetzelfde doen. Maar wat ik merk de laatste tijd is dat er heel veel stoeptegels Search and Destroy gaan spelen. Want echt mensen die zijn zo stom of die proberen gewoon er alles aan te doen om het voor je te verpesten. Dan gaan ze rondrennen met mesjes en ja, daar heb je niks aan. Hè. En als dat heel vaak gebeurt, dan raak je gewoon gefrustreerd. En ja, het was niet de bedoeling om te slopen. Is gebeurd. Ik kan er niets meer aan doen. Maar dat is dus het verhaal van de gebroken scuff. En als je dus geld wil doneren, staat een linkje in de beschrijving. Grapje, ik heb geen link. Nee, maar ja, ik ga nou waarschijnlijk wel weer een nieuwe scuff kopen, denk ik. Moet even kijken wanneer ik dat doe, want ja, dit is natuurlijk niet, ja. Dit moet niet te vaak gebeuren, laten we het zo zeggen. Maar in ieder geval, wij gaan sowieso nou nog een match spelen. Gaan we doen zonder scuff, dus met deze controller. Een gewone PlayStation 4 controller met een control freak erop. En ik ben benieuwd. Ik heb natuurlijk al wel meer potjes gespeeld zonder scuff. Maar dat is wennen. Ik kan je vertellen, dat is wennen. En ik zie jullie in de match. Dus let's go. We zijn juist een match gejoined. Het is Free For All Stronghold. En we gaan spelen met de KN44. Ik weet niet of ik dit ding eerder ooit gebruikt heb in een video. In ieder geval, wat ik nou heb gedaan is ik heb een rapid fire opgezet. Ik moet er voor de grap eens even die wapen testen met rapid fire. En kijken of het een beetje redelijk is. Want ik ben persoonlijk een subby speler. En met rapid fire, dan is het bijna... Oké, bij pak. Oh my god, oh my god, nee! Ah, kom niet vooruit! Ik wacht de volg. Of niet? Oh. Jawel, jawel, jawel. Altijd, er zijn altijd mensen in de buurt. Ik kan het zeggen, ik wist dat er iemand in de buurt was. Maar wat ik dus wilde zeggen is, ik heb een rapid fire opgezet, zodat dit wapen beter is van close range. Want ik gebruik voornamelijk alleen submachine guns en dan de M8, dat is een assault rifle. Maar dat is een klasse apart in mijn ogen. Dus, oké, ik ben fucked, ja. Are you kidding me? Dat was zo lelijk. We spelen met non-lethal streaks, dus dat is kut. Want nou kunnen we in principe al niets meer halen. De enige hoop die ik had was het nucleaire. Nou, als ik nou net een nucleaire zou halen, dat zou heel grappig zijn. Dus dat zag ik ook niet echt gebeuren, maar fuck it. Ik vind non-lethal altijd het leukste in Free Fall. Anders is het zo snel afgelopen. Als je eenmaal je streaks haalt, is het gewoon done.
En god, daar spant er weer iemand daar. Kun je alsjeblieft niet daar spawnen? Dan hoef ik hier niet heen te lopen. Daar heb ik geen zin in. Perfect. Ik wil verder. Ik wil naar rechts. Hij spant er weer! Oké. Kan ik hem tenminste killen. God bless. Oké. Ik vind dit persoonlijk een verschrikkelijke map. En dat komt omdat... Het is een beetje een uitgerekte map. En ik schoot minstens een maand eerder dan jij. Ja, dat was ongeveer een maand. What the fuck was dat? Ik zie het echt eerder. Dat kun je zien, hè. Die subjes in de hand weten. Maar ik vind het gewoon een kutmap. Want soms ben je aan de ene kant van de map en dan kom je gewoon letterlijk niemand tegen. Dan kun je niets tegen doen. What the fuck? Hij sprong over mij heen. Threat neutralized. Nee. Oh. Ik had niet verwacht dat ik hem zou kunnen killen. Als hij gewoon op mijn hand was gelopen, was ik dood geweest. Maar hij bleef iets te lang wachten. Kon ik mooi reloaden. Dus bedankt, hè. Bedankt. Oké, gotcha. Ik hoor richting de huis. Daar is het nog een beetje druk. Kijk. Wacht. Zonder de twee. Ik had geluk dat die gozer die headglitcher killde. Anders was ik wel genaaid. Want ik heb hier geen grip op zitten. Hè? Dus afstand kills die worden steeds moeilijker. Ik heb een assault rifle waarbij je geen kills op afstand kan maken. Dat komt een beetje om neer. Want vanwege die rapid fire en geen grip heb ik belachelijk veel recoil. En dat is soms best wel moeilijk om te handelen. Maar wij doen het volgens mij nog redelijk goed hoor. Alleen we zijn niet aan het winnen. Dat is het ergste. Are you kidding me? Whoops, reload, wachten. Iemand heeft 18-5, doe normaal. En ze mollen al mijn streaks, doe normaal. Ik heb er hard voor gewerkt. Wat is dat nou voor flauwekul? Was er nog één? Oké, reload. Oh. En dit zijn die momenten waarop ik echt voor mijn kinetic armor hou, jongen. Die dingen, die... Oh, dat kan je zo hard redden, hè. Kom, naar buiten. Het is lekker weer. Nee? Oké. Kom ik naar binnen. Het was gewoon een normale vraag. Oké, dit is zo irritant. Ik weet dat er mensen zijn, maar... Je hebt hier verschillende levels, verschillende niveaus. Dus het is moeilijk om te weten of ze nou onder of boven zitten. Kijk, hij zit bijvoorbeeld beneden. Uh-oh. Kom dat zien. Hij komt niet. Hij komt hier. Ha! Gotcha! Oké. Dit is zo'n moeilijke keuze. Er zijn twee mensen. Oh, die doet helemaal niks. Lol. Volgens mij gaan we dit winnen. Net stonden wij gelijk. En nou jongen, ik ben niet meer te zien. Relentless, is dat niet 20? Volgens mij is dat 20. Zit iemand volgens mij boven mij of naast mij? Waar zit hij? Er is hier iemand, maar ik zie hem niet. For fuck's sake. Er is ook nog eentje daar. Ik vind het verschrikkelijk om in een gebouw te zitten. Omdat je gewoon zoveel plekken hebt waar mensen kunnen zijn. Oké, gotcha! 30-2. Kom maar hier. Wauw, volgens mij was het een best wel snelle match. Ik had verwacht dat het langer zou duren, omdat we natuurlijk non-lethal spelen. Dus we hebben niet echt streaks. En het is een beetje een uitgerekte map. En je hebt gewoon momenten soms dat je gewoon echt geen mensen tegenkomt. Maar we hebben nou best wel wat actie gehad. 30-2. Zonder de scuff. In ieder geval, ik kan natuurlijk gewoon zonder scuff spelen. Dat is niet het probleem. Maar het is iets waar je aan gewend raakt. Het is gewoon zo fijn dat je die twee paddles hebt. En het belangrijkste is als je op kleine maps speelt. Als je op kleine maps speelt, dan wil je vaak heel veel springen, acties maken. En dan kun je dus tijdens het springen kun je aimen. En zonder een scuff controller kun je dat niet doen. Dus dat is echt het verschil. Maar in ieder geval, ik zal misschien binnenkort dus weer een nieuwe controller kopen. Dat zien jullie allemaal nog wel. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houden we. Dit kan een hele snelle match worden. Hier staat sowieso al een map. Waarop je heel snel kan gaan. En wij zijn best wel lekker bezig. Al denk ik niet.